lige sådan noget, klart. Ja, ja, ja. Og man siger bare, ja. Pizzans on the band, der kramer sig skoger og en spæk. Det er ikke bare nogen tvedryk, men det burde i et nødkæk. Hvor far kan I nå normalt ud? I var nu twee keer geweest en vroeger een paar keer. Gefeliciteerd trouwens met normaal. Ja, denk je ook. Zeeuwse boeren, hè? Zeeuwse boeren, ja. Maar jullie bent nog zo jong. Hoe hebben jullie normaal leren kennen? Ja, op de Zwarte Cross. Dat is de jaren west van midden 80 tot midden 90. Dat waren de beste jaren van de man. Of waren dat uw beste jaren? Ook van de man. Jong en krachtig. Jong en krachtig. Benny en ik, we waren onderweg aan het raaskallen over muziek. En we hebben altijd verkozen. We kozen altijd voor Elvis en nooit voor Cliff. En we kozen altijd voor de Stones en nooit voor de Beatles, hoewel achteraf nooit vind ik Beatles ook wel goed, moet ik zeggen. Cliff vind ik nog steeds niks, maar... En toen kwam ik aan het praten en Benny had een nummer geschreven en toen zei ik, laat maar een bandje beginnen. En ik heb een drumstel thuis staan. En dan ging het heen. De boer is troe, de boer is troe. Lien een dag de koning en een andere dag een boek. Wat nooit over zal gaan is onminder plezier aan muziek maken met een paar man. Dat raakt me nog minder. Wat me nog meer geraakt heeft is dat denk ik, ja, met het nummer ik ben met mijn eenvoudige boerenlul, maar ik schaamde me niet ver, dat ik toch een heleboel gedaan heb voor, ja, een beetje een groot woord, maar emancipatie van het platteland, denk ik. Dat in de 70 jaar nu in Amsterdam kwamen, dan waren we een boer en dan waren we gewoon niks. Maar vanuit boer hebben we wel een geuzennaam gemaakt, wat er wel steekt. Dat is nog eens genieten, nog niet, Benny? Ja, ja, ja. Maar kijk maar, die vrouw goed voor mezelf, hè. Dat doet ze. Ben je vandaag aan het genieten? Ja, ja, ja. Meestal is het zo dat degene die het visje geeft er het minst aan heeft. Maar ik vind het vandaag ontzettend gezellig. Ik vind het leuk. Ik vind het ook een stuk ontspannender dan 5 jaar geleden. Waarom, weet ik niet. Maar dus, ja, toen moest ik misschien iets meer doen. Weet ik niet meer. Ik vind het nog veel gezelliger. Ja, dit liep bijna op genieten. Ja. Ah, en het moment dat hij straks het podium opstapt, dat is ook genieten. Dat is, ja, dat weet ik zeker. Ben je er klaar voor? Haken met z'n allen! Want dit is een uniek moment voor Nederland. Hier! En voor het platteland. Hier is... Normaal! Benny, het is vandaag bevrijdingsdag. Er zijn in alle grote steden gratis popconcerten. Alles wat een beetje band is, steentour. En vandaag is gewoon hier zo'n 8000 man. Nou, daar kijk ik zelf ook van op. Dus ze hebben zoveel keuze waar ze allemaal naartoe kunnen, wat er allemaal wel niet te doen is. En, ja, nou, kennelijk hebben we toch een soort snaar geraakt. Dus dan hebben we toch kennelijk wel iets teweeg gebracht. Dat mooi als constateren. Ja, dat is moeilijk van hemzelf zeggen, hè? Dat wil je niet zeggen. Hè? Nou ja, als andere mensen pocht, dan vind ik dat vervelend en heb ik er een hekel aan. Dus dat moet je zelf ook niet doen. Maar in alle objectiviteit denk ik dat een zekere trots wel gepast is. Dat je kennelijk een soort snaar geraakt hebt binnen mensen dat ze in zulke getalen hier naartoe komt. En dan, nou ja, 30 jaar is ook eigenlijk niet niks, nee. Ik heb laatst Jorn ook wat twijfel bij jou zeggen. Twijfel in die zin van, hoe lang kan ik ze nog blijven boeien? Hoe lang blijft ze nog komen?
Nou, die twijfel is er niet erg. Het is wel zo dat ik de laatste 5 jaar met die theatertour in een wat ambivalente stemmingen was. Want als ik in 's winters moest ik me niet over dat huiken in de feesttent praten. Terwijl ik met de theatertour bezig was. Dan vond ik een beetje de debiel uithangen in een feesttent. Maar nu denk ik, begin me nog niet over dat theater. Dat subtiele gedoe, daar heb ik nog even geen zin aan. Het ene hoort bij de zomer, het andere bij de winter. Het ene is cultuur en andere is ja, een totaal andere cultuur. En op laatst begon ik er ook moeilijkheden mee te krijgen. Hoor. Ik begon een beetje schizofrene af. Ja, ja, ja. Maar mijn gevoel zegt dat ik nu veel beter bij elkaar heb. Jawel, nou zeker. Maar ook de laatste theatertour was de tweede set. De tweede helft van de tweede set was al huiken. Dat was al een beetje rock'n'roll. Want ik kon het niet meer zo... Ik begon het de elkaar te husselen al. Ja. En nou zit al die mensen van theater en de olle vier... die stonden bij elkaar op het podium. En ik, ja, de veel te weinige repetities die we hebben gehad... dat klikken fantastisch. En ja, een big band maakt toch een big sound. En dat is een kick op zich. Dus eigenlijk heb ik nou helemaal van elkaar het goed bekeken. De keukenklok zegt 9 uur. Een golden schaduw op de muur. Iets in mijn zegt dat ik niet mag gaan. Dit moment toen ik weg zou gaan, toen ik weg zou gaan. Ik moet gaan, ik moet gaan. Kan niet. Groetjes uit België. Groetjes uit België. Santé. Benny heeft ons geleerd, onze stront is niks minder dan de stront van de Westerling. En Benny en jouw manschap hebben ons geleerd dat wie trots mag hebben wie vandaan komt, jongens. In 1950 hadden we 300.000 boeren en nu hadden we 70.000. Maar wie ook 2200 ambtenaren die LNV. En daar werd er wat minder van. Oké, en dan nou, het is met een bijzonder groot genoegen om aan te kondigen mijn grote vriendin Frederik Speeg. We know it's wrong to let this fire burn between us. We've got to stop this wild desire in me and in you. So we let the flame burn once again tonight until it's gone. Then we'll sweep out the ashes in the morning. Om te beginnen heeft Ben het uitgevonden om in zijn eigen taal te zingen. En als je goed de teksten bekijkt, zit er altijd een dubbele bodem in. Is dat zo? Ja. Iedereen, de meeste mensen denken dat het alleen maar oer in het hart is. Maar dat is niet waar. Ik zeg oeh! Ah! Oeh, oeh, daar kwam een zido aangeschud. Heb Benny ooit geraakt? Beroerd? Heel veel. Heel veel. Vooral dat. Dat is waarom ik hier ben. Ik vind een van de liefste mensen die ik ken. Zonder gekkigheid. Mooie mens is het. Het probleem wat jij hebt met Westerlingen is dat ze daar vinden dat ze bij normaal alleen maar een beetje aan het stampen zijn. Hè, dat zal ik maar zeggen. En dat is niet zo. Langzaam reën, dat deden ze nooit. Maar vonden ze toch maar niet beknoot. Met de Zamsinaton, tien is op de BSA. Door de motocross, op het Hengelse Zand. De hoeder en de vrouw, die doven aan de kant. Met de Zamsinaton, tien is op de BSA. Ja, ja, ik kan je op de lul. Ja, ik kan je op de lul. Ja, ja.
Willem, gefeliciteerd. Ja, dank je, Willy. Ik ben jarig vandaag. Nou, eigenlijk ben ik wel jarig, ja. 30 jaar. 30 jaar, maar die ben ik gepasseerd. Ik ben de 55 uit Wendwild. Kun je wel genieten vandaag? Oh, geniet, ik geniet altijd wel, ja. Best, ja. Ik moet eerlijk zijn dat er verrassend veel alle mensen, mensen van vroeger, waar je niet meer aan denkt. En in één keer zien ze weer. Hé, maar ja, 30 jaar, ik maak zoveel met dat je wel eens vergeten en zo. En dat, is, dat vind ik leuk van zo'n dag. Haal er eens wat uit van die 30 jaar. Wat zeg maar, een tak. Ja. Dat was het weer. Het klinkt een beetje lullig uit, want ik heb dat straks ook een keer verteld, maar dat meen ik echt. Toen, we zijn een keer naar Tanzania geweest in Kenia. Eerst landen in Nairobi in Kenia en toen naar Tanzania. Voor een of andere sponsoractie, de Motoren voor Motoren heette die actie. Nou, en hij dan vroeg, wat steed u nou bij en wat kun je zo meteen, wat kun je gelijk opkomen, dan is het dat. Maar ik vond het geweldig mooi in Afrika. Wat een mooi land, wat een mooi volk. Ze hadden echt helemaal niks, liepen in lompen, sommigen hadden helemaal niks. En, maar wel, wat iedereen had, was een smile op gezicht. Iedereen lachen en ze aan schik en die raken ze elkaar ook veel aan. Hier in het Westen, zou ik maar zeggen, ik persoonlijk heb ontzettend hekel aan dat ze me aanraakten en zo. Hoor. En door liepen gewoon kerels, die liepen gewoon hand in hand. Ik denk, jongen, wat moet je dan toch een mooi leven hebben. Maar zo ongedwongen, ah, dat is geen geintje, dat meen ik echt. Die mensen, die leven heerlijk. Hey, drop hè, zo ja, oké, okay. Jullie ook. Bedankt, Willy. Volgende nummer. Willem. Zal ik beginnen? Oké. Okay. Hey, ho, steed er weer voor de zoveelste keer. Ik heb het hem al zo vaak gezegd. Je hebt wel goed, maar liefst dat slecht. Vandaag had ik over je praat, dan moet ik vaker de straat. Voor bellen ik ze bij vergis, Noordwegzee, daar had ik hem mis. Ik zag er net, zie je in zijn bus, pijlen voor wie ook een wanebus. Maar nu kreeg ze mijn smerig aan, zoals alleen een zede kan. Hey, ho, zit er weer voor de zoveelste keer. Ik heb het hem al zo vaak gezegd. Je hebt wel goed, maar het is dat slecht. Het weer was goed, dus ik naar een terrasse. Waar ik zit erop, ik heb zin in een glas. Ik hoorde zitten in een memory. Zit ze door helemaal alleen. Ik heb er niet aan de hoek aan mijn dag. Hoogarigarigarigarig. Je bent nog niet eens 30. Nee. Okay. Nee. Nee, hè? Ziet er zo oud uit? Nou. Ja? 2 jaar normaal, dan kun je wel 30 jaar ouder van worden. Ja, dat klopt. Dat is ook ongeveer wel gebeurd volgens mij. Waarom is het zo leuk met normaal, hè? Omdat het heel gezellig is. En heel ontspannen en heel relaxed. En ja, wat jullie juist van normaal denken, dat is niet zo volgens mij. Wat denkt wie dan van normaal? Ja, dat het onbenullig en ongelooflijk veel gezopen wordt. Maar dat ongelooflijk... Er wordt iets minder gezopen dan wat mensen denken, denk ik. En het is gezellig. Maar binnen het ook heren? Echte heren zijn het, ja. Er is ook nog niks overkomen in die 2 jaar dat je de bief hebt. Ja, ik moet wel zeggen, nou, de allereerste auto-ongeluk was tijdens de normaaltour inderdaad. Toch wel? Ja. Dus je doet wel mee in de familie? Ja, ik was gelijk ontgroend, zeg maar. Ja. Dat was wel apart. Jan, ja. Waarom is normaal zo'n... 6. Waarom is normaal... 7. 8. Wat? Waarom is normaal zo normaal? Ja, dat zijn moeilijke vragen. Maar ja, het is wel normaal. Ik snap niet wat ze met een westerling als hoe in normaal doet. Ik ook niet. Maar... Dat is abnormaal. Ja, zeker. Maar dat moet ook zo blijven, vind ik. Dat ja? Moet, ja, dat moet zo blijven. Dat moet altijd normaal blijven. Is... Benny Joling, is die bijzonder? Zeker wel. Wat is dat nou? Gezellig.
En leuk en eerlijk en spontaan en ja, zoals iemand moet wezen. Gewoon gezellig. Echt, ja, absoluut. Ja. Maar nu ga je nu niet slijmen. Hè? Nu ga je gewoon zeggen wat je vindt. Ik stel de vraag nog één keer. Wat is zo bijzonder aan Benny Jolink? Ja, dat is een lul de banger is. 8-4-9. Ik maak maar aan die bonnige boedeloop en de schaam ik die lieve. Mijn zoon van die ding, oh die heb ik veel goeder. Zal hij even zijn wetten, wat ik doe, want ik ben geest op mijn koe. Weet je wat ik doe, die zie ik op. Ik zorg wel dat ik niet red. Die hoef ik niet te brengen. Die maakt mijn tonic te liggen. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. 30 jaar normaal. Ja. Heb ze niet echt aan mij te danken, dat weet ik wel. Maar ik ben er wel blij mee. Echt hoor. Ja, uiteindelijk is het, nee, dat ze 30 jaar gehaald hebben, daar heeft ze niet helemaal hoe te danken. Niet helemaal. Maar... misschien ook wel. Misschien wel dat die laatste jaartjes dat die heel belangrijk zijn geweest, dat werkt niet. Want ik zit alweer vanaf 1995 met tussenpozen en zo, doe ik toch weer regelmatig met. Dus ik kan mis mee dat ik nog een steentje heb bijgedragen. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Ja? Wat ik zo mooi vind, je ging ooit eens uit normaal. Ja. En... toen ben in normaal het nummer Hey Kikuoka maakt. Ja. En die zaten een schuren verderop. Die keek de andere kant op. En wat maakt hij toen? Ik maakte toen het nummer Zoepen door de Wiwa. Wist hij dat? Is toch raar? Ja, dat is heel maar typisch. Dat vond ik zelf, dat is leuk aan haar vraag, maar dat vond ik zo typisch. Dat nummer kwam uit en dan dacht ik, hey, typisch. Hun maakt zo'n akkoordenstapeling of zo'n stapeling in de koordjes. En ik was met dat Zoepen door de Wiwa bezig. Toen al met, of even later kwam Gerard de Braconier, de baby Noor met Old Nees met dus. Ah, de wereld is klein, hè. Wat dat betreft. En ja, dat is inderdaad heel typisch. Zoepen door de Wiwa, tapper naar Doede. Zoepen door de Wiwa, tapper naar Doede. Maar misschien komt het wel omdat je eigenlijk, als je ergens uitgaat, dan denk je nog heel lang in dat tempo of in die sfeer met, hè. Terwijl ik daar eigenlijk niet eens geen deel meer van ben, maar ik denk nog heel lang in die sfeer met. Maar zal het niet zo kunnen zijn dat er een soort geweten boven hangt die denkt van ach, ik laat ze allebei het ongeveer hetzelfde doen? Zal die daar? Jullie hebben er verstand van. Dat kan nou niet. Dat kan wel. Dat er een grote geest of een groot geweten daar boven hangt die zegt Benny en Freddy, gaan jullie maar eens ongeveer hetzelfde nummer maken. Zo is het vast gebeurd. Koffie! Heel lang. Rekken,
wie du den Drang verwacht von uns kind wonderen wonder wonderen. Ei der wind mei der wei. Nou missus. Nee, ik ben even een tikje even de vleugels ergens anders uitslaan en dat was wel leuk hoor. Genieom. Weer dingen van geleerd hè. Had een leerschool en maar dit is wel weer te gek hoor. Heerlijk. Ik geniet er echt van. Hier zitten tevreden mensen. Wat is dat dan? Wat het is? Ja, dat is een goede vraag. Dat is denk ik. Kijk, we repeteren niet zoveel. Joh. En dat is misschien wat te hebben. Hier hebben we fouten, dat is ook wel grove dingen die fout gaan. Maar het is de sfeer. Daar is het. Het is net. Wat moet ik nou zeggen? Ik ben niet zo'n familiemens. Ik wil zeggen, het is één grote familie, maar ik ben niet zo'n familie. Ja, dat is gewoon sfeermatig. Dat is zo lekker om zo los en zo oningestudeerd iets. Het geeft allemaal vanzelf. Bang, aftikken en gaan met die handel. Ja, moet ik er verder van zeggen. Dus. En de aanhangers? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Kijk, die ben ook niet zo van. Nou, die ene noot was niet helemaal precies zoals het hoort, jongens hoor. Die maakt er niet zo. Die komt voor die sfeer. Die wil ook die sfeer hebben wel. En die wil zien dat die jongens in het podium. Dat hij hetzelfde voelt als in de zaal, denk ik. Ik denk dat het is. En dan voel je je ook wel word je gelukkig van, ja. Het is normaal, ja. Maar het is ook bijzonder. Het is allebei. Is muzikaal ook nou iets waar je voldoening in hebt? Ja, alle stijlen komen er in samen. Alle stijlen waar ik van hou, Amerikaanse roots, muziekstijlen, komen samen in een eigen geluid. Ram die camera's hier uit, jongens. En? Ik ben happy. Ik vond een mooie verjaardagsfeest. En ik heb, in tegenstelling tot vele andere jubileums en andere feesten, heb ik er zelfs enigszins van kunnen genieten. Maar meestal als mede-organisator of mede-verantwoordelijke, dan ben je altijd een beetje ongerust over het eilen en zal dat allemaal wel goed gewoon, al de zeikert wel. Maar nee, ik heb zelfs vanavond vele momenten kunnen genieten en dat is echt bijzonder. Mooi. We hebben zin over 5 jaar, jongen, 35 jaar, klasse, kunnen.